Als je mij vraagt wat muziek is... Vraag eens. Clem, wat vind jij van muziek in het algemeen als het gaat over verbinding? Het is mooi dat je dat vraagt, Erik. Waarom krijg je soms kippenvel van muziek? Live vanuit Paradiso is dit de Universiteit van Nederland. Wat zijn woorden opgeschreven als de kern van die wordt begrepen? Bij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn, hoe anders zou het zijn, hoe? Anders zou het zijn. Ben een gezegen man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenend. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik depri of suicidaal. Ze zeggen, doe normaal, verman jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen. Als de hemel valt, hemel valt. De druk op God wordt groter en zij draagt het allemaal. Als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen leven weg. Als de hemel valt, hemel valt. De druk op God wordt groter en zij draagt het allemaal. Als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Dames en heren, Clem en Mano. Typhoon, ja, geweldig. Ja, en wie had er nou kippenvel? Yo, de helft. Dat is jammer. Dat is jammer. Die heeft de tranen in zijn ogen gehad. Dat kan ook natuurlijk. Tranen, zie je dat? Andere helft. Tranen in zijn ogen. Dat zijn die autonome reacties als je dit hoort. En de vraag is natuurlijk meteen al, hoe werkt dat dan? Geef nou eens een idee hoe dat werkt in dat brein. Nou, ik heb het breinmodel meegenomen. Dat zal u niet verbazen. Er zijn mensen die denken dat ik niet zonder naar buiten ga. Dat ik denk ook dat het wel zo is eigenlijk. Ik haal dit er even af zo. Kijk. We kunnen het op deze camera heel goed doen. Kijk, uw oor zit als het goed is aan de buitenkant. En hier zit ook meteen de auditieve schors aan deze kant hier. Maar denk niet dat die geluiden, die klanken, die Clem zo prachtig gezongen heeft gespeeld door Mano, dat die ook meteen die auditieve schors ingaat. Dat is niet zo. Die klanken gaan niet eerst naar die auditieve schors, maar gaan eerst hier naar de hersenstam toe. Ik zal even een pennetje erbij pakken, want het is klein. Dus zoals u ziet, die pennetjes overigens, die zitten niet in uw brein, dat u niet denkt, hey, dat is heel opvallend, maar dat is niet zo. Maar hier ziet u de hersenstam, prachtig stuk hersengebied, met veel kernen voor uw vitale functies. Ademhaling, bloeddruk, hartregulatie. U leeft eigenlijk dankzij deze hersenstam. En het mooie is dat die klanken dan hier vandaan, gaan ze eigenlijk een beetje zo via de achterkant. Zo. Hier zitten twee kleine bobbeltjes en dan gaat het zo via de thalamus, die ligt hier. En dan pas naar die auditieve schors die hier ligt. Dan pas daar. En het leuke is, die auditieve schors, mensen weten niet altijd, maar dat is niet alleen met het ontvangen van die klanken, maar zelfs hier vindt al plaats, denk aan geheugen voor muziek, emotie bij muziek, zelfs ook het inbeelden van muziek, dat vindt al hier plaats. En dan gaat het hier vandaan heel zo door naar voren. Dan moet ik die pen weer even wegstoppen. Zo. Gaat het naar voren, dan maak ik het brein een beetje open. Als je op een heel spannend moment dit al meteen. Ja, tenminste, dat vind ik zelf altijd heel spannend, laat ik het zo stellen. En dan maak ik het een beetje open. Als u goed kijkt, dan ziet u daar in de diepte, ziet u schors liggen. U moet even reageren, vind ik altijd leuk. Ziet u het? Ziet u die schors liggen? Mooi of niet mooi? Dat zou u niet gedacht hebben. Als ik het dicht doe, denkt u niet, er zit wat achter. En er zit wat achter. En dat is de insula. En die insula, daar komen dus die klanken langs zelf, vanuit die auditieve schors, langs de insula. Een gebied superbelangrijk bij emotie. Diepste emoties.
Denk aan topvreugde, toppijn, topverdriet. Allemaal insula. Maar in diezelfde insula komt ook binnen wat u uit uw lichaam voelt. Komt hier ook binnen. Dus die klanken die we net hoorden, prachtig gezongen en gespeeld, die gaan bij u en bij ons allemaal via die insula zo door naar voren toe. Ik heb nog een plaatje meegenomen er ook van. Dat wil ik u even laten zien. Kijk. Kom, ga ik even hier staan. Kijk. Ik heb een aanwijsstokje. Hier ziet u, dit is die auditieve schors. Hier. En hier ziet u dat baantje, die verbinding tussen die auditieve schors en frontaal. Dat is een prachtige verbinding. En daar loopt u dus hier langs die insula. Als ik nou het brein zo zou doorsnijden, zo, en u kijkt er vanaf onderaf aan tegenaan, dan ziet u dit plaatje. Hier ziet u de neus, u kijkt er altijd van onderaf aan tegenaan. En dan ziet u hier weer de auditieve schors, hier. En hier loopt die baan langs die insula, die ligt hier, kijk. En die ligt natuurlijk ook aan die kant, hè. Diepe emoties dus, prachtig mooi. En dan uiteindelijk eindigt hij hier frontaal. Diepe emoties. Prachtig om nog even een klein stukje mee te beleven. Is het ook dan niet afgesproken dit, hè? Als de hemel valt, hemel valt. Druk op God wordt groter en zij draagt het allemaal. Als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Ja, prachtig. Prachtig, mooi. Je kunt zich voorstellen dat er ook schade zou kunnen ontstaan in dat gebied. Dat laat ik u hier zien op deze afbeelding. Hè? Dus u heeft die vorige nog wel in gedachten. Hier ligt weer de insula. Hier was de auditieve schors. Insula door naar voren. En hier ziet u dus aan deze kant een groot infarct. Hersenschade. En bij deze mensen is het dus zo dat zij nog wel kunnen genieten van de muziek. Maar niet meer de chills, het kippenvel voelen. Dus voorstellen. Nog wel genieten, maar niet meer kippenvel. Ik wou toch nog eens met u delen hoe geweldig het eigenlijk is dat het altijd maar gewoon goed werkt. Dat we zo'n rijkdom hebben aan een goed functionerend brein. Mee eens of niet mee eens? Mee eens, ja. Prachtig en fijn ook. Heerlijk. Ja, en natuurlijk, als u kijkt naar muziek en dat geluk wat het met zich meebrengt, denk je elke keer weer opnieuw, ja, ik wil het weer horen. Ik wil het nog eens horen. En nog eens. En dat schept verwachting, hè? Verwachting is echt super beschreven in de literatuur als het over muziek gaat. Je denkt, wat komt er, wat komt er? En als het dan komt, yo, superfijn, superfijn. Ja, u moet even reageren. Ben ik de enige die dat zo ervaart met muziek of is dit dat? Dat is toch zo? U moet even reageren. Vind ik leuk. Is toch zo, hè? Dat je hebt een verwachting en je denkt, yes! Nou, en dat is met soms wel een paar noten kan het al zo zijn. Klen. Ja, Hoe doe jij dat met je programma's? Wij, tijdens festivals of optredens, je weet op een gegeven moment wel een beetje waar je publiek voor komt. En daar speel je mee, weet je. Het is leuk om net niet gewoon dat. In de electronic dance music bijvoorbeeld, daar zit iedereen te wachten op de drop. En dan weet je van bam en iedereen horst gewoon. Dat is het effect dat je wilt hebben. En soms heb je inderdaad maar twee noten nodig. Nou, even kijken of dit werkt bij dit publiek. Oké, en nog vragen? Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? One, two, three, four. Verwachtingen. Ja, ja. Je hebt het helemaal opgebouwd en de verwachting niet ingevuld. En toen niks. Ja. Ja, fijn. Nou, fijn. Dat is een avond met Glenn en Banano. Dat is echt heel leuk. Avondje tyfoon, Erik. Ja, ja. Echt leuk. Ja, de vraag is natuurlijk... De vraag is natuurlijk, hoe werkt dat dan, die verwachting? Nou, dat wil ik u toch even graag laten zien hoe dat werkt. Ik ga weer terug naar die hersenstam. U weet, vitale functies, ademhalen, bloeddruk, hartregulatie. Dus er liggen heel veel kernen. Kun je heerlijk over vertellen, maar niet nu. Er liggen bovenin ook heel veel kernen. En één van die kernen is de bron van dopamine. Mijn vraag aan u is nu, vind ik leuk.
Hoe heet die kern? Er zitten altijd wel collega's in de zaal die weten dat natuurlijk gewoon. Hoe heet die kern? Wie? Substantia nigra. Nee, helaas is dat het verkeerde. Ja, maar kijk, dat vind ik flauw, hè? Kijk, er is iemand die het gewoon durft te doen, hè? En dat vind ik dus in het onderwijs altijd geweldig. Ik vind dat die persoon een vet applaus verdient, want... Ja. Want waarom? Het is zeker een bron van dopamine. Dus hij, de persoon zat er helemaal niet ver naast. Je hebt er al een, meer dan één. En dat was nou net die deze. Goed, maakt niet uit. Als u het wil weten, kan ik het ook nog doen. Maar u denkt misschien, laat maar. Hè? Okay. Maar hier, hier een bron van dopamine. Op het moment dat u die verwachting heeft, dat u denkt, ja, hè, Glenn speelt die eerste noten met Manu samen. En denkt, ja, dat komt, dat komt, dat komt. U maakt dopamine aan. Straalt helemaal uit naar het frontale gedeelte. Ook over de schors heen natuurlijk, hè? Dat is duidelijk. En dan, dan komt dat moment dat het wordt ingevuld. Wat dus Glenn u onthouden heeft. Hè? Namelijk, u maakt opiaten aan, endorfinesachtige stofjes. En u bent supergelukkig. Ik zal het u laten zien op deze animatie nog even. Leuk. U kunt u even meegenieten. Kijk, hier ziet u. Ik herhaal een klein beetje, maar dat is met neuro altijd heel leuk. Hersenstam. Hier ligt de bron van dopamine. De VTA. En dan hier vandaan een prachtige uitstraling bij de verwachting. Hè? Dus die verwachting die maakt u dopamine aan. Staat helemaal uit een frontaal toe. Dat is dit gedeelte. Hier zit uw neus. Dan laten we hem even draaien naar voren. Hij draait nu naar voren toe. Dan krijgt u een frontaal aanzicht. Ja, stop, stop. Dank u wel. Top. En nou kijkt u dus van vooraf de hersenen in. Dit is weer de hersenstam. Hier ligt de bron van dopamine. En die dopamine straalt uit naar allerlei kernen. Dat ziet u hier aan de zijkant. Hier in het midden. Hier bovenin. Overigens ook hier, kijk, die grote gebieden. Dit is uw hele beloningssysteem wat u hier ziet. En elk gebied heeft een eigen bijdrage aan dat gevoel van beloning. Dat je denkt, yo, prachtig, prachtig. Ik ga niet al die gebieden doen. Op zich ook leuk. Maar ik haal er één kern uit. Dat is deze middelste kern. En die moet u een beetje vasthouden. Dat is leuk, daar kom ik hier op terug. En die kern heet, dus een nucleus. En die kern heet de nucleus accumbens. Officieel moet je zeggen accumbens, wij zeggen altijd accumbens. En waarom haal ik die er nou uit? Omdat die kern een geweldig gevoel geeft van verlangen naar. Motivatie. Dus je hoort die muziek en denkt, yo, ik verlang hier naar. Even, vind ik toch leuk, even hands up. Wie herkent dat in de muziek? Even handen omhoog. Ja, iedereen. Ja, iedereen is muziekliefhebber. Dus je herkent en je denkt, dat moment komt, denk je, yo, nog een keer, hè, nog een keer. Nou, de vraag is, Glenn, bij nieuwe, want dit is natuurlijk vooral bij zeg maar, muziek die u kent, dan denk je, dat komt weer. Maar hoe zit het nou bij nieuwe melodieën? Ja. Kan je ons daar een klein beetje in voorgaan? Nou, kijk, je kan, nou ja, het kan prima om een show te doen met alleen maar dezelfde nummers en de volgende keer weer en weer. Maar op een gegeven moment denken mensen van, weet je, ik kan ook een cd'tje opzetten of een dvd'tje. Wij moeten ook nieuwe dingen blijven doen. En soms kan dat, en wat daar zo leuk aan is, het kan slagen en het kan totaal mislukken. Maar daardoor creëer je wel een bepaalde spanning bij onszelf ook, maar ook bij het publiek. En dan is het van, ja, maar de vraag of je dat euforische momentje kan krijgen. Dus ja, wij hebben net even iets in de coulissen bedacht. Nou ja, het kan totaal mislukken of slagen. Nou ja, let's go. Oké, maar misschien wel fijn, zeg maar, voor die verbinding, dat jullie wat handen in de lucht doen en dan van voor naar achter gaan. Kijk, hiermee krijg je toch een soort van gedeelde smart. Oké. Hey! Goed de voorganger als kerkgangers, de dominee. Hey, nou het is mooi geweest als dubbels aankondiging. En ik heb love voor extens. Welke pionieren volgen naar dat zwolle ding? Kom bij die conjo. Stroomstorm, vloed, zon, somber, sombere dagen. Mijn regenjas en poncho. Ik kom zo dadelijk hier de touwen naken binnen. Schop tafels omver. Wat een paar daarvoor vinden. We zijn binnen, binnen, binnen. En nog een keer binnen, binnen, binnen. Ah, ja, ja, ja. Wat zijn ze goed, hè? Joost. Door het oog van de naam. Maar nou is mijn vraag, het is wel een essentiële vraag voor het verhaal verder, is de vraag. U had nou een verwachting, u denkt, hij komt met echt iets nieuws. Heeft het voldaan aan die verwachting of heeft u, is het zelfs overtroffen, die verwachting? Overtroffen, even ja of nee? Even overtroffen, hè? Ja. Oh, ja. Geweldig. Nou, ik zal u laten zien hoe dat werkt. Kijk.
Eigenlijk laat ik u nu twee baantjes zien. Twee banen. Super belangrijk als u denkt aan nieuwe muziek die uiteindelijk de verwachting overtreft. Te gek. Kijk, dus hier ziet u weer de auditieve schors. U weet dat baantje liep, die verbinding liep hier zo via de insula naar voren toe. Het interessante is nou dat juist de voorkant een signaal teruggeeft naar dat gebied achterin, naar die auditieve schors, in de zin van, hé, dat is leuk, dit is nieuw. Dit is nieuw. Wat is de structuur van die melodie? Hè? Die gaat het uitzoeken. Wat is de structuur? Ik ga een seintje teruggeven. Hoe zit dat precies? Moet ik een beetje fine-tunen, ja of nee? Er wordt teruggeseind eigenlijk naar dat gebied. Dat is één, bij nieuwe melodie. En dan is die verwachting dus overtroffen, hè, wat jullie hebben gemaakt. Dat is fantastisch, hè? En wat zie je dan? Nog een andere baan. Dan moet ik eigenlijk even weer naar dat scherm toe lopen. Kijk, leuk in die afwisseling ook, hè? Van lopen heen en weer. Ik heb toch dat bewegen erin gebouwd, dat ziet u wel. Dat is in ieder geval goed. Nou, hier ziet u weer die auditieve schors, kijk. En dan ziet u hier, dat is dit gedeelte hier, hè. Dit is het plaatje, dit is het gedeelte, auditieve schors. En dan ziet u dus een sterke verbinding, naarmate dus die verwachting overtroffen wordt, met de nucleus accumbens. Die kern die ik al eerder noemde. Die kern voor super verlangen. Er wordt hier heel veel vrijgemaakt, ook in die accumbens. Onder andere ook oxytocine, endorfines. Dus je hebt dat gelukkige, dat opiaat, dat gevoel van geluk. Het was zo mooi, je werd helemaal overtroffen gewoon. Nou, we hebben toen net laten zien hoe het was bij mensen met schade in de hersenen. Dat die bijvoorbeeld niet meer dat kippenvel kunnen hebben, niet meer die chills kunnen hebben. Maar hier is ook schade mogelijk. Ik heb het met een klein pijltje hier aangegeven. Een onderbreking van die verbinding. En bij die mensen is het dus zo dat zij niet meer kunnen genieten van muziek. Wat wij noemen anhedonie. Anhedonie, niet meer gelukkig worden van muziek. Overigens is het wel zo, dat ook wel weer bijzonder, dat die nucleus accumbens wel weer werkt bij andere geneugden in het leven. Bij diezelfde mensen. Ja, die geneugden ga ik u niet allemaal opnoemen. Die kent u zelf ook wel. Maar dan doet die accumbens het wel. Het is dus heel specifiek voor muziek. Dat die verbinding het niet goed doet. Ben ik helder? Terwijl die andere genoegens zijn er gelukkig nog. Hè? Ofschoon het natuurlijk een major verlies is als je het niet meer kunt genieten van muziek. Nogmaals, hoe fijn is het dat het bij ons gewoon altijd maar werkt. Ik hoop dat we daar veel bij stilstaan dat het toch ook zo echt zo is. Nou, als je het hebt over genieten van muziek, Glenn en Mano, dan denk ik ook wel eens van ja, als ik nou terugdenk aan vroeger bijvoorbeeld, hè, dan ja, bijvoorbeeld de muziek bij mijn eerste kus of zo. Even vraag aan het publiek. Ik moet even terug. Wie weet nog de muziek bij zijn eerste kus? Nou, dat is een weinig romantiek publiek. Dat is duidelijk. Weet u nog het schuifelen? Het schuifelen met elkaar. Cheek to cheek. Ja, is dat nog zo, mensen? Er zitten heel veel jonge mensen. Wie schuifelt er nog wel eens? Dat is verschrikkelijk. Gelukkig iemand die me redt daar. Het is een hele romantische man. Zie je het heel duidelijk. Heel duidelijk. Hele romantische uitstraling ook. Maar kunt u voorstellen, wie weet dat nog? Waar u op schuifelt een beetje met elkaar. Natuurlijk weten we dat nog. U wilt het niet toegeven. Vind ik heel jammer. Maar het is niet anders. Muziek is ook gewoon thuiskomen. Het is de herkenning. Het is de glimlach als je iets hoort. En het brengt je thuis. Als ik naar de oude soul luister. Aretha Franklin, Otis Redding, oude Kaseko, Surinaamse muziek. Ik denk direct aan thuis en dat gevoel geeft me geborgenheid. Het geeft me warmte. Het is zoveel. Je voelt het door van je kruin tot je kleine teen gewoon. Dat is zo fijn gewoon om die muziek op die manier te kunnen ervaren. En nu dacht ik, we hebben het over nostalgie, hè? Erik? Glenn, tot nu toe was het helemaal oké. Maar ik dacht, laat me kijken of dit... Je bent een Beatles-fan, toch? Wel? Wat, hè? Beatles-fan? Ja, enorm. Ja, zeker. Dat was zeker... Ik heb iets voor je. Misschien even kijken of het kippenvel bij je oproept. When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my darkest hour, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be. Whisper words.
hearts of wisdom, let it be. Ja, schitterend, schitterend. Ja, ik heb een vraagje aan u. Want we hebben, u begrijpt, die muziek van vroeger, die kan je ook comfort bieden. Die kan je ook terugbrengen in die tijd. Denk je, oh, wat voelde ik me toen fijn en goed. Hè? Ik gaf als voorbeeld de eerste kus of het schuifelen. Maar het kan van alles zijn waar je aan terugdenkt. Een vraagje aan u. We hebben een moeilijke periode achter de rug gehad. Een hele moeilijke periode. Wat denkt u dat we het meest voor gekozen hebben qua muziek? Deze studie gaat naar de Spotify. Dus we hebben de gegevens. Die zijn er gepubliceerd, overigens is het niet mijn studie of zo, maar hij is gepubliceerd, die studie. En ze hebben gekeken, waar hebben we nou massaal voor gekozen voor de lockdown in vergelijking met tijdens die lockdown? Vindt u de vraag helder? Ja. Nou, wie doet een gokje? Wel leuk. Sorry? Kerkmuziek. Kermismuziek. Kerstmuziek. Kerstmuziek, ja. Ja, sorry, ouwe oor. Kerstmuziek, goede suggestie. Veel klassiek. Nostalgie. Dat was hem. Kijk mee op het plaatje wat ik heb meegenomen. Kijk. Ja, dit was in België. En u ziet die blauwe lijn is de lijn, de muziekkeuze voor de lockdown. Die hebben ze er natuurlijk onder gezet, maar die gegevens waren er natuurlijk ook. En dit is de keuze tijdens de lockdown. U ziet het buigt wat af naarmate die tijd duurt. Maar men kiest wel massaal voor de nostalgische muziek. En we hebben ook uit Zweden, meen ik, er één meegenomen nog. Daar komt hij aan, dan ziet u precies hetzelfde beeld. Zie je? Precies hetzelfde beeld. Dus het heel leuk, het buigt een beetje af. Dus kennelijk hebben mensen op een gegeven moment toch genoeg van. Nou, dat kan. Nou is mijn vraag aan u. Nou is mijn vraag aan u, als je nou denkt aan nostalgie, dan denk je dus aan herinneringen van vroeger. Aan welk gebied, het is natuurlijk gek om één gebied te noemen als het over geheugen gaat. Ik bedoel, begrijpt, het is sterk versimpeld, hè? Maar welk gebied denkt u aan als ik het heb over nostalgie en over geheugen van vroeger? Wie? De amygdala. Temporale lob, hoor ik. Bovenin zit u niet veiliger dan beneden, hoor. Heus niet. Dus... Wie? Hippocampus, wie zijn dat? Waar zit hij? Waar? Hoi, hier. Applaus. Even laten zien waar hij zit. Altijd leuk. U kijkt hier naar de buitenkant van het brein. Dit is de slaapkwap. Als ik het nog heel voorzichtig draai, zo heel langzaam draai... Dan kijkt u hier naar de binnenkant van de slaapkwap. En daar ligt hij een beetje aan de achterkant hier, ietsje achterin. Wel vooraan, maar toch een beetje aan de achterkant. Daar ligt de hippocampus. Prachtig mooi. Nou, de vraag is nou, wat doet ons nou kiezen voor die nostalgie? Hè? Want hippocampus, geheugen. Waar denkt u dat die verbinding naartoe zal gaan in het brein? Dat is een leuke vraag. U zit er nou goed in, hè, in het brein. Hè? Dus doe eens een gokje. De nucleus accumbens. Ja, ik moet allemaal prijs uitdelen, want het is zo. Kijk maar. He, dus hier ziet u hippocampus, die ligt hier dus, en de accumbens. Schitterend mooi om te zien dat die verbinding heel sterk is. Dus genieten en juist die nostalgische muziek opzetten. Dat is prachtig mooi. Het is wel fijn... Mooie verbinding ook hier. Het is wel fijn dat ik nu ook begrijp waarom mijn album sales van vorig jaar niet zo hoog waren. Dus hele geruststellingen, Flip. We hebben het over nostalgie, we hebben het over verwachting en... Je noemt een paar keer verbintenis. En dat is nou juist wat ik daar zo mooi aan vind. Als je mij vraagt wat muziek is... Vraag eens. Wat? Clem, wat vind jij van muziek in het algemeen als het gaat over verbintenis? Het is mooi dat je dat vraagt, Erik. muziek is een taal. Is een universele taal. We kunnen naar het einde van de wereld toe reizen, elkaar niet verstaan, maar elkaar wel begrijpen. Dat is wat muziek doet. Muziek is liefde. Muziek is voor mij leven. Het is zuurstof. Het is ook oordeelloos. Ik vind het zo mooi dat het altijd voorbij,
oordeel gaat eigenlijk. Nog ver voordat het legaal was dat witte en zwarte muzikanten bij elkaar mochten spelen, jazzmuzikanten bij elkaar mochten spelen, deden ze dat al. En dat was het vuurtje voor de zwarte burgerrechtenbeweging met de Martin Luther King en noem maar op. Dus muziek heeft altijd zo'n belangrijke rol in verbinding. Als ik naar mijn eigen organisatie kijk en de manier waarop we op het podium staan, is eigenlijk net zo. Muziek verbindt wit, zwart, oud, jong. Straight, oud, jong. Noem maar op. En ik denk dat dat de kracht ervan is. Het is een taal we begrijpen voordat we verstaan. En ik vraag me zo af, is dat wetenschappelijk ook te ondersteunen wat ik zeg? Ja, ik vind op zich een statement voor een applaus. Vindt u niet dat zeker? Zeker. Ga ik laten zien. Ja. Ik zal een voorzichtig bewijs tonen voor jouw woorden. Fijn. Ondersteunen van jouw woorden. Rustig aan, langzaam. Nee. Ik laat nog even het model weer zien. Binnenkant, rechter hersenhelft. En dat had ik net laten zien, al even, dat je als je hier naar de binnenkant kijkt, in die slaapkap, zat een klein beetje wel voor, maar iets achteraan staat hippocampus. Vlak daarvoor ligt de amandelkern, de amygdala. En die is over een groep kernen, voor de helderheid. Dus niet één kern, maar een groep. Maar hij speelt een grote rol bij. Hij is zeer gevoelig voor angst. Angst bij anderen, die kan ik waarnemen. Of ik voel angst als ik iemand anders zie. En dat is precies wat je leest in sommige studies. Je moet altijd voorzichtig zijn. Dat als je iemand ziet die niet bij jouw groep behoort. Dat kan zijn iemand met een andere huidskleur, een andere gender, een andere cultuur. Wat dan ook. Dan kan het zijn dat je denkt, nee, die hoort niet bij mij. En ook al zeg ik, oh nee, dat geldt echt niet voor mij. Ik trek met iedereen precies hetzelfde op, maakt niks uit. Wat zie je in de aantal van die studies? Dat als je dan toch goed gaat kijken, dat er toch een zekere bias is. Er is toch iets van, is het echt wel zo? Niet dus. Want dan zie je bij mij, nou ja, als voorbeeld, in die amandelkern toch een wat hogere activiteit. Kennelijk ben ik ietsje angstiger voor die persoon die niet tot mijn groep behoort. Ben ik helder? Dat zie je daarin terug. En ik wil op het plaatje wat ik daar laat zien iets nog een stapje verder gaan. Maar dan ziet u hier het model nog even. Dat heb ik dan getoond. Kijk, hier ziet u die amandelkern. En hier ziet u weer de insula. Daar hadden we het al over in het begin, zoals u weet. Namelijk als enorm emotioneel gebied. Hè? Diepe pijn, diep verdriet, diep geluk, enzovoort, enzovoort. Hij speelt ook een rol bij smaak, bij wat we eten. Dus hij is overal bij betrokken. Maar wat je ziet bij iemand tegenkomen die niet tot je groep behoort, dat er een hele sterke verbinding weer ontstaat tussen die amandelkern en die insula. Die insula die draagt er een beetje bij in de zin van, nou, ja, een beetje walging. Zo wordt het beschreven ook. Dat je, oh nee, hè? Nee, je hoort niet echt bij, zal ik maar zeggen. Dus dit is negatief en dit eigenlijk ook. Als je nou kijkt naar die volgende afbeelden, dan teken ik er twee gebieden bij. Ik wil het niet te gek maken, maar ik weet, u zit er zo goed in. U vindt het vast leuk. Hier ziet u een gebied, de anterior cingulate cortex. Dat is het blauwe gebiedje hier. En dat gebied is ook heel erg beschreven als het gaat over conflicten. Met andere woorden, ik kom even bij u, dat is wel belangrijk. He, dus ik denk, ik heb helemaal niks met een andere ras of met een andere huid. Niks, nul, ik wel top. Toch zie je dat ik wel degelijk iets heb. En mijn anterior cingulate cortex, die voelt dat conflict. Die denkt, dat wil ik. Ik wil het gewoon zelf niet voelen. Dat ik misschien toch iets voel. Ik weet niet of ik helder ben, maar dat wil je niet. En dat gebied helpt ermee. En dat zal ik u laten zien. Die helpt door, u ziet dat stippellijntje, door te remmen op die amandelkern. Die gaat hem controleren. Hij krijgt toch een beetje hulp hier vanuit frontaal. Hier ziet u de neus. Dat lijntje ook mee om die amandelkern gewoon onder controle te houden. En het aardige is dat als je nou maar gewoon met elkaar optrekt, blijkt uit die studies, niet mijn mening, blijkt uit de studies, dan gaat het vanzelf goed komen. Als je maar met elkaar optrekt, als we dat nou maar zouden doen, zou het een stuk beter gaan, absoluut. Niet mijn mening, dat zie je in die studies terug, heel leuk. En als u nou even een beetje, want dat kunt u makkelijk, een beetje met een beetje fantasie meekijkt zo, naar dit lijntje wat ik hier teken zo, dan ziet u op het volgende plaatje iets heel moois ontstaan. Kijk, dat is dit lijntje en dat is dit baantje, kijk. Ja, omdat Glenn vraagt, kan muziek helpen? U weet nog, dit baantje was chills. Dat was genieten. Dat was kippenvel. Dat was gewoon die muziek aanpakken. En natuurlijk, we kennen uit studies dat muziek ontzettend kan helpen, Glenn.
Mano, met het feit dat je denkt, het verbindt, het geeft ons een fijn gevoel. Het helpt ook om die negatieve gevoelens hier te onderdrukken, om daar grip op te krijgen. Ik vind het zo vet. Sowieso echt een kaartapplaus voor Erik. Want... Even ze... Jij vertelt wat ik al die jaren gewoon zo voel, zeg maar. Alleen ja, nu is daar wetenschappelijk bewijs ook voor. Dus dat is fijn. Muziek helpt gewoon. En dat ja, vind ik mooi. En weet je, ik vind het zo mooi. Jij, in een van onze eerste gesprekken hadden we het over van ja, hoe blijf je jong? Hoe zorg je voor verbindingen? En je zei, blijf moeite doen. En nieuwe dingen doen en moeite doen. En ik moest denken aan... mijn ontmoeting met Thee Lau, met Ali B op volle toeren. Een van de eerste keren dat ik meedeed. En we kenden elkaar totaal niet. En hij deed een liedje van mij en ik mocht een liedje van hem doen. En dat was voor het eerst dat ik mijn liedje door iemand anders hoorde zingen. En nou, wat er met mij gebeurt, letterlijk kippenvel. Ik vond het zo eng om te denken van ja, wat gaat er gebeuren? Hoe gaan we elkaar wel aardig vinden? Maar de muziek was echt dat bindmiddel. Nou ja, Thee Lau is overleden, maar daarna heb ik dat liedje een aantal keren gewoon live mogen doen. En je ziet elke keer weer dat het verbindt en dat het verbroedert. En het is niet dat Thee Lau het nummer voor verbroedering heeft geschreven. Het was een protestliedje eigenlijk. Maar toch gebeurt dat. En dat is de kracht van muziek wat mij betreft. Ik ga hem zingen voor. Met jullie. Iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. Iedereen, hey. Iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. Noem mij maar die. Trip in de nachtelijke uurtjes. Ik reis onder handen. Ik weet niet, iets bestuurt het. Winst of verlies, ik ben het gelijk. Van een leider die blijft kijken, vanaf de zijlijnen wijst. Noem mij het verschil zonder onderscheid. Kracht en de waanzin, de kritische kanttekening. De middelvinger naar je scherm bij het zien van het rood van je rekening. Doe mij maar die, zie je wel, ze zijn zo. Goed om te blijven waar we zijn, maar we zijn hier niet om te blijven. Dus ik draai een kwartslag en mijn hart slaat zijn slag, ik lach. Want iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Het zou mooi zijn als we dit in deze poptempel samen kunnen zingen. Iedereen is van de wereld. De wereld is van iedereen. Nog een keer, gewoon omdat het zo goed voelt, toch? Iedereen is van de wereld. En nu een keertje zonder mij, omdat jullie het zo mooi doen. Iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. Gewoon een applausje voor dit. Voor dit moment. Man. Dus... elke keer dit, gewoon de verbinding. En ik vraag me, wetenschappelijk gezien, geen mening. Is er iets dat dit, zeg maar, kan overtreffen? Wat jou betreft. Nou, wetenschappelijk. Ja. Heel voorzichtige wetenschap dan nog. Nou, laat ik het nog één keer proberen. Voor deze speciale vraag natuurlijk, leuk. Hier ziet u weer de buitenkant van de rechterhersenhelft. En er loopt een mooie baan hier, zeg maar, vanuit die auditieve schors zo helemaal zo rondom, zo hier naar de voorkant toe. En een baan die je aan twee kanten hebt, overigens. Aan de linkerkant meer talig, aan de rechterkant meer voor muziek geordend. En deze baan die loopt eigenlijk ook langs motorische gebieden, langs sensorische gebieden, motorische gebieden. En die baan wordt eigenlijk beschreven in dit kader van de muziek als de grote verbinder tussen ritme en wat je hoort. En als je kijkt in de studies over ritme en over bonding, over het verbinden met elkaar, dan zie je vanuit de evolutie, ik ben heel voorzichtig, ik ben geen evolutionair psycholoog of iets dergelijks, maar je ziet, in het begin ben je natuurlijk maar met een paar mensen.
En dan kun je altijd nog wel een klein beetje contact maken en een beetje frummelen en zo. En dat, hè, dat is allemaal wel gezellig, hè? Maar dat kun je niet met 100, 2, 3, 400. En toch is groepsgrootte superbelangrijk als je wil overleven. Dus dat bleek eigenlijk, als je met elkaar ging bewegen in hetzelfde ritme, dat bracht enorm veel oxytocine, endorfines vrij. En dat verbond enorm, juist dat gezamen bewegen. Ik zag in een van die studies, ook heel leuk, heeft u een moeilijk gesprek, ga samen lopen. Gaat een stuk makkelijker, want u loopt in hetzelfde ritme. U moet wel even zorgen dat u gezamenlijk loopt dan, hè, in het goede ritme. Maar dan gaat het toch makkelijker. Het is geen grapje, het is leuk. Je hebt hetzelfde ritme, je voelt daar toch een soort saamhorigheid door ontstaan. Nou, deze baan had ik nog op het plaatje nog even meegenomen. Als u denkt, ik ben nog niet overtuigd, dan ziet u het hier nog een keer terug. Hè? Dus hier, u ziet duidelijk het oog. Hè? Dus hier ziet u die baan, die heeft dus zowel links als rechts ritme. Het verbinden tussen wat u hoort en wat u als ritme heeft. Motoriek, schitterend mooi. En ik dacht, ja, als afsluiter zou het natuurlijk fantastisch zijn. Mano, ja, misschien nog even, want hij zit achter de piano, maar hij is goed, hè? Ja, ja, en hij, dat weet u niet, maar in het conservatorium heeft hij gewoon allerlei instrumenten leren bespelen. Hij is ook een waanzinnige drummer ook nog, of percussionist moet ik eigenlijk zeggen, sorry. Drummer, oh god, nee. Glenn, ja, jullie gaan het afsluiten. Ja, we gaan kijken of we de verwachtingen die we hebben geschapen toch een klein stukje kunnen inlossen voor jullie. Gelijke realiteit. Ik koppel me los van mijn persoon. Die loopt, drinkt, eet, scheidt. Ik ben die persoon, maar die persoon is mij niet. Mijn universum, een projectie van wat ik gewend ben te zien. Zijn is blessing. Zonder de pijn van het niet bereiken van je bestemming. Zonder afstand of tijd is weer zoiets van wat herinner jij. Mijn brein is een tape van een tape deck op die beats van mijn programma's af. Tot ik mijn laatste rustplaat zie. Tot ik mijn laatste rustplaats zie. Zijn jullie klaar voor, denk je? Tot ik mijn laatste rustplaats zie. Brandend vlot op het water. Nog één blik naar een zeker verkoold lichaam. En een mis voordat ik een nieuwe levensvorm kies. Here we go! Ik ontwikkel en ik draai. Pure vreugd is wakkerschap. Kom met mij dansen op mijn graf. En ik hoos en ik zaai. Ik ontwikkel en ik draai. Pure vreugd is wakkerschap. Kom met mij dansen op mijn graf. Dames en heren, Typhoon. Dames en heren, Erik Scheller. Heel mooi. En laat je nog eentje horen van Mano, alsjeblieft.